Goedemorgen, Carlo. Wat ben je aan het doen? Oh, natuurlijk. Het is pizzadag. Je moet pizza's leveren aan iedereen in de stad. Dat zal vast een drukke dag worden. Oh nee! Gaat het goed, jongens? Denk je dat de motor kapot is? Oh nee! Hoe zal je straks alle pizza's moeten bezorgen? Dat is een goed idee. De autopatrouille kan helpen. Jerry, kan jij de autopatrouille roepen? Dan haal ik Tom op. Hoi jongens, jullie weten dat het pizzadag is, of niet? Nou, Carlo heeft een ongeluk gehad. Hij vroeg zich af of jullie misschien alle pizza's voor hem kunnen bezorgen. Kan dat? Oh, hoi Tom. Carlo is jullie dankbaar. Hier zijn de pizza's. Oké, jongens, laten we aan het werk gaan. De snelste manier is als we onze eigen weg gaan. Hoi Penny. Vrolijke pizzadag. Hier is je pizza. Hoi jongens, Frank is er om jullie pizza's te bezorgen vandaag. Daar is hij, Matt. Jerry, wacht. Matt heeft iets voor je. Ik denk dat Jerry bang is om gearresteerd te worden. Misschien moet je je sirenes uitdoen. Is er nog een manier dat je hem in kan halen? Je snelheidsbooster. Goed idee! Jerry, Matt wil je niet arresteren. Ongelooflijk dat je het vergeten was. Het is pizzadag. Matt heeft je pizza. Oh.
Voel je je al beter, Carlo? Oké, ik denk dat de autopatrouille iets voor je heeft. Geniet van je pizza, jongens. Tot de volgende keer. Autopatrouille. Hoi Matt. Hoi Frank. Hoe gaat het met jullie? Frank? Matt? Zien jullie die muren ook? Ik vraag me af wie ze heeft beklad. Inderdaad, Matt. Dit is niet netjes. We moeten de vandaal pakken. Matt, Frank, zagen jullie dat? Nog meer muren die beklad zijn. Inderdaad, Frank. Die muren zijn volgens mij door dezelfde vandaal beklad als de andere muren. Kom, laten we hem op heterdaad betrappen. Hier is niemand te zien. Laten we verder opkijken. Kijk daar, jongens. Volgens mij is dat de dader. Wielen omhoog. Je staat onder... sorry, Gary. We dachten dat jij degene was die de muren had ondergekliederd. Oké, laten we de echte dader vinden. Niets verdachts hier. Hier ook niet. Hoi, Lucy. Ja, inderdaad. Heb jij die bekladde muren ook gezien? Nou, wij proberen de dader te vinden. Kijk maar uit, hoor. Doeg! Hey, kijk. Wat is Billy de bulldozer daar aan het doen? Volgens mij hebben we onze dader. Stop met datgene wat je nu wilt doen, Billy. We weten dat jij de muren in de stad hebt beklad. Sorry, Billy. Volgens mij hebben wij een fout gemaakt. Jij bent met andere dingen bezig. Het spijt ons heel erg, Billy. We gaan de dader weer zoeken. Doeg! Oh, dat was een grote fout. We moeten voorzichtiger te werk gaan. Inderdaad, Matt. Frank, we kunnen niet zomaar iedereen beschuldigen. Dat is niet eerlijk. Ik weet dat het te vroeg is om te zeggen, maar het is een beetje verdacht zoals Tyler met zijn gezicht naar het politiestation staat. Wat denken jullie, jongens? Moeten we hem aanhouden? Wielen omhoog, Tyler. Stop. We weten wat je in je schild voert. En nu hebben we ook nog bewijs. Hebbes. Oh, Tyler ontsnapt. Pak hem, Matt. Sneller. Sneller, Matt. Inderdaad, Matt. Tyler is te snel. Laten we Hector de helikopter roepen. Hey Hector, we hebben je hulp nodig om Tyler te vangen. Kom mee. Tyler is te snel. Je moet nog sneller gaan, Hector.
Hup, Hector, sneller! Laat hem niet ontsnappen. Bijna, Hector. Pak hem! Goed gedaan, Hector. Goed werk. Bedankt, Hector. Zonder jouw hulp zou het niet gelukt zijn om Tyler te vangen. Doeg, tot de volgende keer. Nu moet je het weer goed maken, Tyler. Ik ga je leren om verantwoordelijker te zijn. Goed gedaan, Matt. Goed gedaan, Frank. Tot de volgende keer. Doeg! Oh. Hoi, Pickle. Wat voel jij in je schild midden in de nacht? Oh. Wat is er, Pickle? Oh. Wat zie je daar? Ja, dat is een vreemd voertuig. Ik heb hem nog niet eerder gezien. Heel verdacht. Laten we het Matt en Frank uit laten zoeken. Hoi jongens. We hebben jullie hulp nodig. Er rijdt een vreemd voertuig op de speelplaats. Kunnen jullie even kijken? Perfect, laten we gaan. Hoi, Pickle. Wat doet de auto nu? Zit de auto nog steeds daar? Misschien wacht hij op iemand. Denken jullie van niet? Laten we kijken. Laten we hem pakken. Voorzichtig, Matt en Frank. Het is hier gevaarlijk. Kijk uit, Matt. Dat scheelde weinig. Oh nee, hij ontsnapt. Hij is een goede bestuurder. En kijk, hij gaat naar de racebaan. Jullie kunnen hem daar zeker pakken. Hij kan niet anders dan rondjes rijden. Hij heeft bijna geen benzine meer. Blijf bij hem, Hector. Goed idee, Matt en Frank. Opsplitsen verhoogt de kans van pakken. Maar wees voorzichtig, het bos kan verraderlijk zijn. Hoe gaan jullie hem vangen, Matt en Frank? Zie je hem, Hector? Daarheen, Matt. Het wordt donker. De lichten zullen hem kunnen zien. Ja, hij moet zich achter een boom verstoppen. Daar!
Daar is hij. Jullie hebben hem gevonden. Goed gedaan. Dus, waarom reed je weg? Je oefende voor een stuk en je bent de slechterik. Wauw, het is Jerry! Ja, mooi kostuum Jerry, je hebt ons te pakken. Als je je verontschuldigt, zal de autopatrouille je vergeven. Vergeven jullie het, Jerry? Oké, Jerry. Verontschuldiging geaccepteerd dat je je voordeed als een boef. Goed werk, autopatrouille. Zaak opgelost. Tot de volgende keer. Doeg! Hallo daar, Bobby. Hoi, Henry. Wat een prachtige dag om te vissen. Oh, volgens mij heeft Bobby iets gevangen. Oh, kijk uit voor die... Oh nee, Bobby. Ben je in orde? Goed idee, Henry. Laten we onze vrienden van de autopatrouille roepen. Hoi, jongens. Bobby is geblesseerd. Hij neemt water op. Kunnen jullie helpen? Ze zijn bij het meer. Kom snel. Snel, jongens. Oh, fijn. Jullie zijn een autopatrouille. Wat moeten we doen? Goed bedacht, Matt. Als Bobby niet snel aan land is, dan zinkt hij. Hector, Frank, kunnen jullie Bobby naar het land slepen? Probeer Hector touw te pakken, Bobby. Geen zorgen. Probeer het nog een keer. Goed zo. Het is gelukt. Houd goed vast, Bobby. Frank gebruikt al zijn kracht om je naar het land te slepen. Ga zo door, Frank. Oh nee! Geen zorgen, Hector kan het touw brengen. Nog een keer, Hector. Perfect. Goed zo. Eén klein stukje nog.
Het is gelukt. Je hebt gelijk, Matt. Bobby moet nu naar de stad om gerepareerd te worden. Gelukkig ben je nu veilig. Heel goed werk vandaag, team. Doeg, jongens. Doeg allemaal. Tot de volgende keer. Wat ben je, Bob? Hoi, jongens. Wat is er? Jullie vonden school toch leuk? Is jullie vriend Kleine Jerry niet opkomen dagen? Oh nee, weten jullie waar hij is? Dan moeten we de autopatrouille om hulp vragen. Kan iemand van jullie hen bellen? Hoi jongens, Kleine Jerry is niet op school vandaag. Hij is nergens te vinden. Kunnen jullie helpen? Waar moeten we eerst zoeken? Gaan jullie naar de vader van Kleine Jerry? Goed idee. Matt, je kunt beter je snelheidsbooster gebruiken om Jerry bij te blijven. Jerry, je zoon Kleine Jerry, is vermist. Weet jij waar hij zou kunnen zijn? Zou hij op de speelplaats kunnen zijn? Goed idee. De kinderen vinden het leuk om daar te spelen. Waarom splitsen jullie niet op om hem te zoeken? Iets gevonden, Matt? En jij dan, Hector? Heb jij iets gezien? Hebben jullie hem ergens gezien, jongens? Hebben jullie iets gevonden? Matt, waarom gebruik je niet je vergrootglas om naar sporen te zoeken? Nog steeds niks, Matt. Hector, waarom vlieg je niet hoger om te kijken of je hem kan zien? Denk je dat Kleine Jerry bij de racebaan is? Hoi jongens, Hector denkt dat hij Kleine Jerry bij de racebaan heeft gezien. Gaan jullie kijken?
kleine Jerry, daar ben je. Hij heeft gelijk, kleine Jerry. Je had naar school moeten gaan. Wil je nog steeds oefenen met racen zoals je vader? Maar je moet wel op school blijven. Kom op, het is tijd dat je weer naar school gaat. Volgens mij heeft kleine Jerry zijn lesje nog niet geleerd. Jullie kunnen hem beter opvangen zodat hij naar school gaat. Veel succes met vangen. Hij is best wel snel. Tot ziens.